Barbara uit Genk vraagt zich af hoe ze meer volume kan krijgen in haar fijne haar. Als je fijn haar hebt, zijn er eigenlijk verschillende manieren om wat meer volume te krijgen. Ik ga er 4 laten zien met verschillende producten en het is een beetje afhankelijk van hoeveel tijd en zin je hebt om met je haar bezig te zijn. Een eerste methode is de klassieke haarmoes. Die kennen jullie waarschijnlijk wel allemaal, maar specifiek aan deze is dat je hem enkel kan gebruiken op de haaraanzet. Waarom is dat belangrijk? Met fijn haar is het eigenlijk best om vooral volume te creëren aan de basis, dus aan de wortels, en niet te veel producten op de lengtes te gaan gebruiken, want alle producten op de lengte gaan uiteindelijk verzwaren en heeft dus een averechts effect. Deze mousse ga je dus echt specifiek op de wortels gebruiken. Je kan deze zowel gebruiken op nat haar als op droog haar. Dus zowel wanneer je net met pas gewassen haar uit de douche komt, voor het drogen, als op droog haar. Hoe ga je deze mousse nu gebruiken? Je gaat eigenlijk scheidingen maken met je vinger en zo een klein beetje mousse telkens verstuiven op de haar aanzet, dus op de haarwortel. En dat doe je eigenlijk vooral aan de bovenkant van je hoofd, omdat je daar natuurlijk het meeste volume wil creëren. Daarna ga je hem even inmasseren. Heb je nat haar, dan ga je je haar gewoon verder drogen. En op droog haar gebruik je ook even de haardroger om de mousse eigenlijk te gaan fixeren. Beste manier om je haar en snelste manier om je haar te drogen voor veel volume is ondersteboven. Een tweede product dat je kan gebruiken voor meer volume is droog shampoo. Droog shampoo is eigenlijk bedoeld om je haar tussen 2 wasbeurten op te frissen en er dus een wasbeurt mee uit te stellen. Maar je kan het ook gebruiken als stylingproduct, omdat het je haar dus een beetje droger en ook wat stugger gaat maken, waardoor het meer volumineus zal vallen. Droog shampoo is ideaal om tussendoor even te gebruiken, maar je gebruikt het best niet elke dag, omdat het dan op den duur voor jeuk kan zorgen, omdat er te veel product zich opstapelt tegen de hoofdhuid. Heb je last van schilver? Dan gebruik je het ook best helemaal niet, omdat het de huid meer zal uitdrogen. Wil je tenslotte vermijden dat er zo'n witte waas achterblijft op je haren, want dat kan nogal eens gebeuren bij droog shampoo, zeker wanneer je donkerbruin of zwart haar hebt, dan bestaan er ook droog shampoos in kleuren, dus in bruine of in zwarte kleuren, maar je hebt ze zelfs ook al in grijs of zelfs in andere kleuren. Hoe ga je dit product nu gebruiken? Eigenlijk een beetje hetzelfde als de mousse. Je gebruikt het wel op droog haar altijd, dus niet op nat haar. En je gaat opnieuw scheidingen maken en een beetje product verstuiven tegen de haarwortel. Daarna ga je het even inmasseren, laten intrekken en daarna even doorborstelen op je haar, zodat het mooi verdeeld wordt. Wil je extra volume of een extra warrig effect, en dat kan dan wel leuk zijn als je een korte coupe hebt, dan mag je droogshampoo gerust ook op de lengtes gebruiken. Want in tegenstelling tot de mousse is het een heel luchtig product en zal het je haar niet gaan verzwaren. Een derde methode voor meer volume in je haar is het volumepoeder. Is eigenlijk een heel sterk product, dus het vereist wel enige behendigheid, of je moet er toch in elk geval voorzichtig mee omgaan, omdat het snel heel plakkerig en geconcentreerd kan worden. Volumepoeder is zeker ideaal voor korte kapsels, dus pixiecapsels bijvoorbeeld, omdat je echt elk haartje een beetje in model kan gaan kneden. En dat is wel handig om te stylen. Hoe ga je volumepoeder nu gebruiken? Eigenlijk ga je het een beetje zoals een zoutvaatje verstuiven op je haar. Dus je gaat opnieuw scheidingen maken aan de wortel en zo ga je eigenlijk een beetje volumepoeder aanbrengen. Maar het is dus belangrijk dat je het goed doseert en dat je niet te veel op één plek krijgt. Als je dat te moeilijk vindt, dan kan je ook eerst dat volumepoeder op je vingertoppen aanbrengen, eventjes uitwrijven en daarna inmasseren tegen de haarwortels. En zo creëer je ook meer volume en heb je minder risico dat het product zich gaat opstapelen op één plek in je haar. Een laatste methode, dat zijn eigenlijk de kleefrollers. Dat is een beetje een klassieke methode, maar ook heel efficiënt om meer volume in je haar te brengen. Vraagt wel iets meer tijd, dus dat is niet de methode die je zomaar snel tussendoor gaat doen. Kleefrollers kun je gebruiken op haar dat half droog is, dus eigenlijk bijna droog is, of op helemaal droog haar. Je gaat eerst een goede versteviger gebruiken, dat wil zeggen een mousse of een volumespray. Gewoon iets dat iets meer textuur geeft aan je haar. En dan ga je de rollers inrollen. Belangrijk is eigenlijk dat je vooral weer volume gaat creëren aan de wortel. Dus je gaat eigenlijk lok per lok werken. Een lok mag niet breder zijn dan de breedte van je roller. Je gaat helemaal van boven beginnen en dan de roller langzaam inrollen. Belangrijk is dat de puntjes mooi mee rond de roller zitten gedraaid, want anders ga je een fluffy, warrig effect krijgen als je er weer uithaalt. En dan is het tenslotte belangrijk dat je echt met de roller eindigt op de haaraanzet en niet eronder, want anders ga je weer geen volume krijgen aan de wortel. Hoe langer de rollers inzitten, hoe meer effect je gaat hebben. Je kan er dus gewoon een paar uur mee rondwandelen of je kan de haardroger gebruiken. Zorg er alleen wel voor dat die niet op de hoogste blaas- en hittestand staat, want zo gaat je haar te veel door elkaar geblazen worden en krijg je weer een warrig effect. Beter is eigenlijk om de haardroger ietsje lager te zetten en van op een afstandje de rollen droog te blazen of te fixeren met de hitte van de haardroger.
En tot slot haal je de rollen er gewoon weer uit en dan heb je een mooi volume in je haar. En om af te sluiten nog twee tips. Ten eerste, tijdens het wassen gebruik je best niet te veel conditioner. En gebruik die ook enkel op de puntjes van je haar en niet aan de wortels. Want conditioner aan de wortel gaat ervoor zorgen dat je haar weer zwaarder doorvalt. Ten tweede, als je stylingproducten gebruikt, gebruik er niet te veel. Hoe meer product, hoe zwaarder je haar uiteindelijk zal vallen. En dat gaat weer een omgekeerd effect hebben. Tot de volgende keer!